Ik ben Annemieke Becht en ik ben samen hier met Mieke Driessen en Julie van Zessen. Wij komen alle drie uit Breda, uit Nederland. En wij hebben met z'n drieën aan deze fantastische Sinterklaasboeken en kerstboeken gewerkt. Dus wij zijn een prentenboekenteam eigenlijk. We staan uit drie personen. Ja, jullie maken alle boeken die jullie maken samen? Ja, dat doen wij met z'n drieën. En het is echt een creatief proces, dus je kunt ook niet goed zien van nou, wie heeft nou precies wat gedaan. Het verhaal en het idee, dat is van mij. En zij gaan er dan mee aan de slag, aan de tekentafel. Eigenlijk zijn de prenten veel meer ook een stukje collage techniek. Misschien willen jullie daar zelf wat over vertellen, hoe de prenten tot stand zijn gekomen. Over de collage? Ja, vooral over het schetsen al hebben we wel. Heel simpel, Julie de even, ik de oneven gedaan. En dan gaan we het rustig invullen. Dus we schilderen papier, we knippen uit en we voegen het samen, zodat het een beeld wordt. En elke figuur in alle pagina's in het boek, die hebben we echt helemaal samengemaakt. Dus er is niks van alleen mij of van alleen Mieke. Het is echt een ultiem samenwerkingsproject. Ja. Is het moeilijk om dat met z'n drieën te doen? Botst dat nooit? Het is wel veel zoeken naar compromissen, omdat je gewoon toch heel de tijd moet overleggen of dat ook is wat de ander voor ogen heeft. Maar je maakt hele andere dingen en het is wel heel leuk om daar samen aan te werken. Verrassende keuzes. Juist door er samen aan te werken ontstaan er ook ideetjes, grapjes die dan weer in de prenten verwerkt worden. Dus het is een heel creatief proces en dat is ontzettend leuk om te doen. Dus ze hebben er altijd heel veel lol mee om er tijdens het werken. Ja, zou je kunnen zeggen dat jullie je stijlen ergens bij elkaar aansluiten of elkaar aanvullen misschien? Ja, zeker, want het heeft toch wel een hele grappige, ik denk dat... Ja, de humor. De humor, dat toch wel de boventoon voert, dat is wel heel erg belangrijk. De grapjes die erin zitten en ook dat het goed communiceert naar jonge kinderen toe. Dat die het ook snappen, dat vinden we wel heel belangrijk, ja.